In de vorige aflevering ging onze boekenkist op transport naar het atelier van Herman den Otter. Nieuwsgierig naar de bevindingen van Herman zoekt conservator Anita Jansen hem op. Dag Herman. Hoi. Wat leuk om hier te zijn. En spannend. Oh. Ja, wat ik het leukst vind aan deze kist is dat hij ziet er vreselijk beschadigd en afgeleefd uit. Maar bedenk wel dat hij dus uit het begin van de 17e eeuw is. En dus eigenlijk al die jaren is er nooit iets aan gedaan. Ja. Wat is het grote voordeel daarvan? Nou, dat er weinig aan gebeurt. Omdat bij heel veel restauratiewerk en reparatiewerk wordt dat gewoon heel beroerd gedaan. Dus als restaurateur ben je altijd blij als je iets vindt wat gewoon eigenlijk bijna helemaal oorspronkelijk is. En dit is helemaal bijzonder, vind ik, omdat hij dus toch echt wel van begin 17e eeuw dateert. En een object uit die periode waar eigenlijk nooit aan gerommeld is, dat is echt heel zeldzaam. Herman heeft de kist uitgebreid onderzocht en vond, nee, nog geen DNA, helaas, maar wel. Ik denk dus dat er nog mogelijk houtworm in zit, dus hij moet uitgegast worden. Ik zie dat een beetje boormeel uitkukelt. Je ziet ook, ze zijn er dol op. Ja. Dus als het er echt in zit, dan... Ja, want wat je hier ziet is allemaal houtwormschade. Dit is allemaal houtwormschade, ja. Een textielspecialist zal later in het proces het textiel onder handen nemen. Nou, ik vind het eng om het aan te raken. Ik leg het snel weer terug. Ja. Extra versteviging heeft de kist niet nodig. Nee, kijk, die kist zelf die is eigenlijk heel licht. Dus zolang je er geen boeken of geleerden in gaat vervoeren, dan is die nu stevig genoeg. De bevindingen zijn besproken, dus in de volgende aflevering aan het werk.